Wij zorgen dat eindgebruikers veilig kunnen werken op hoogte. Goedemorgen! Ik ga jullie vandaag voor Schilders TV meenemen naar Skyworks in Rotterdam. Daar ga ik namelijk filmen voor het programma Schilderen is een vak en jullie mogen meekijken. Skyworks is een bedrijf wat zich specialiseert op werken op hoogte. En daar ga ik natuurlijk van alles over horen en jullie ook. Hey Stef, jij gaat in dit item voor Schilderen is een vak ga je een steiger bouwen. Maar Je hebt natuurlijk al wel ook gewerkt met steigers. Jawel. Wat is het hoogste wat jij gewerkt hebt? Ik denk een metertje of 10, denk ik. Met de stegen dan, hè? Ja? Ja, met de stegen. Je hebt dus geen hoogtevrees? Nee, valt wel mee eigenlijk. Ja, het is natuurlijk wel een beetje spannend natuurlijk altijd, maar het went wel. En als je een goede stevige steiger hebt, dan is het natuurlijk ook wel prettiger dan... Dat moet je sowieso wel hebben, ja. Maar ik kan me voorstellen dat het wel wendt, dat je natuurlijk, als je vaak, je staat vaak op een steiger of op hoogte of op een ladder. Ja. Dus dat wendt wel. Vooral de zomerdag, hè, dan ben je veel buiten bezig, dus dan heb je veel hoogtes. Dus dan moet je wel tegen kunnen, zeker. Ja. Vind je het leuk, hoogwerken? Ik heb er geen hekel aan. Heb je wel eens een hoogwerker gewerkt? Ja, ook wel eens. Ja, dat werkt helemaal perfect. Oh, dat lijkt me gaaf. Dat werkt helemaal super. Ja. Maar het steiger, daar komt het meest voor, dat wel. Ja. In dit item gaat Stef een training steigerbouw volgen bij Skyworks. En ik ga zo direct nog heel eventjes praten met Ruud. En dat is degene die de training geeft. Die kan ons meer vertellen over Skyworks. En alle veiligheidsrisico's. Ja. Nou, ik sta hier met Ruud. Hallo. En Ruud, jij werkt voor Skyworks. Ja. Wat is het voor bedrijf? Wij zorgen dat eindgebruikers veilig kunnen werken op hoogte. Wat we vaak zien is dat mensen eigenlijk op hoogte werken is een onderdeel van mensen hun beroep. En wat je toch vaak merkt is dat de keuze voor klimmateriaal eigenlijk als sluitpost wordt aangegaan. Terwijl eigenlijk als je eerst gaat kijken van oké, hoe kan ik het beste op mijn werkplek werken of erbij komen. Dan vervolgens je klimmateriaal kiest, dan ben je veel efficiënter in je werk. En vaak is de kwaliteit van het product wat ze leveren dan ook veel beter. Ja. Ja, want dit is Fulco. En Fulco werkt voor Onderhoud NL. En jij bent bij het programma meerdere keren aanwezig. Want wat doe jij voor Schilderen is een vak? Ik kijk of de beelden die gemaakt worden kloppen met de regelgeving die er zit. Ja. Als je een steiger bouwt, dan moet hij wel aan alle voorwaarden voldoen. Want dat laten we natuurlijk zien aan iedereen. En die moeten wel zien dat er goed steiger wordt opgebouwd. Ja. Met de goede stoffen wordt gewerkt. Met de goede persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gewerkt. Ja. Met de handschoenen. Helm. De helm. Daar let ik allemaal op. Dus Fulco is al bij meerdere filmdagen aanwezig geweest. En zorgt ervoor dat alles correct in beeld komt. Ja. Yes. Wat ben je aan het uitleggen, Fulco? Ik ben aan het uitleggen hoe de Onderhoud NL Arbo app werkt. Hoe eenvoudig je vanuit je activiteit, je ondergrond en het product wat je gebruikt uitkomt op het juiste persoonlijke beschermingsmiddel. Ja. Nou, dat is wel makkelijk, ja, zo'n app. Ruud, jullie gaan zo meteen een steiger bouwen hier. Hoe groot gaat die worden? Het is een brede rolsteiger, dus 1,35 meter breed. Mm-hmm. 2,50 meter lang wordt het platform. Ja. En we gaan, ik denk, een werkhoogte, een platformhoogte van 4,20 meter gaan we bouwen. Zodat die 6 meter met zijn handen bij kan die het goed schoonmaken, raam vervangen enzovoort. Okay. Het is toch best een flinke steiger. Hoe lang denk je daarmee bezig te gaan zijn? Het ligt een beetje aan hoe vlot Stef is. Stef, denk je dat je een beetje vlot gaat zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Als we echt ons best doen, dan denk ik met een kwartier, 20 minuten. Zo snel? Maar ik moet ook dingen uitleggen. Joh, een Lego pakket, dat duurt langer dan dit. Ja, maar het is ook voor, mag ik bijna zeggen, het is simpel. Laat ik het maar zo zeggen dan. Ja. Alleen je moet het wel goed doen. Dus, precies. Zo. Ga er iets moois van maken. Oké, dankjewel. Nou, dit was het alweer. Het kijkje achter de schermen voor het tv-programma Schilderen is een vak. Vandaag ging het over veiligheid en hebben we een kijkje genomen bij Skywork in Rotterdam. En er wordt ondertussen nog heel hard gewerkt om alle spullen voor de steiger klaar te zetten. Die gaan ze nog opbouwen. Dat gaan we niet meer volgen. Wil je dat zien? Kijk dan vooral het tv-programma op RTL 4 om 4 uur. Je kan natuurlijk ook alle items van Schilders TV gaan bekijken op dit kanaal, YouTube. Blijf op de hoogte via Facebook, via onze website www.schilders.tv. En als je vragen hebt of je hebt suggesties of opmerkingen, dan horen we dat natuurlijk heel graag, want dan kunnen we daar wellicht een item van maken. Tot de volgende keer!